Ben jij op zoek naar een lichtgewicht fietsendrager voor twee fietsen? Dan is de kans groot dat je de Tool VeloCompact 924 bent tegengekomen. Wat mag je verwachten van deze fietsendrager? Is die geschikt voor jou? En is die de aanschaf nou wel of nou niet waard? Alles wat je moet weten ga ik in deze review vertellen. Laten we dus snel beginnen. In grote lijnen waar we naar gekeken hebben kun je hier zien. Dus de gebruiksvriendelijkheid, het prijskaartje, de stevigheid en de draaglast en de grootste voor- en de nadelen. Dat ga ik allemaal vertellen in deze review. De eerste indruk, na een eerste blik geworpen te hebben op deze fietsendrager, vielen ons natuurlijk een aantal zaken op. Natuurlijk is hij geschikt voor twee fietsen, dat weet jij waarschijnlijk al als je deze review kijkt. Hij ziet er vrij strak uit, vrij compact ook. Best wel modern, hoewel hij al een redelijke tijd op de markt is. Hij is voorzien van sloten, zowel voor de fietsen als voor aan de trekhaak. Zijn ze lekker veilig. Anti-diefstalmaatregelen zijn getroffen en hij is natuurlijk van de gerenommeerde merk Tool. Wat is belangrijk om op te letten bij het kopen van een fietsdrager en waar we hem op beoordeeld? Kan jij je fietsen veilig voeren? Is de prijs-kwaliteit verhouding eerlijk? Hoe ziet de fietsdrager eruit? Het oog wil natuurlijk ook wat. En hoe duurzaam is dit specifieke model van Tool? Nou, iets specifieker dan waar we naar gekeken hebben, dat je een goed beeld hebt gekregen waar ik deze fietsdrager op beoordeeld heb. Het materiaal en dan de maximale draaglast. Met bevestigingen van de fietsen, staan ze veilig vast? Hoe gaat het bevestigen? Gaat het bevestigen makkelijk of juist niet? Nou, de gebruikservaringen, hoe is men te spreken over dit product? Zijn er reviews online te vinden? Wat vinden de mensen ervan? De montage van de fietsdrager, zowel de montage na de levering als de montage aan de trekhaak. En de eventuele extra's, is die kantelbaar, is die inklapbaar? Is die uit te breiden tot meer fietsen? Noem het maar op. Nou, de vervoersmogelijkheden van deze fietsdrager dan. Ook altijd even goed om te weten, zeker als je een speciaal soort fietsen wilt vervoeren, zoals bijvoorbeeld elektrische fietsen. Nou, er staat elektrische fietsen, dat klopt eigenlijk niet. Hij is geschikt voor één elektrische fiets. Tegelijkertijd, hij is per fiets belastbaar tot 25 kilo, dus je kunt één e-bike vervoeren erop. Nou, als je twee wilt vervoeren, dan overschrijdt hij de maximale draaglast, dus dat is hier daar niet geschikt voor. Voor racefietsen is hij wat minder ideaal vanwege de grootte van de wielgrootte, maar het zou wel kunnen. Ik zou liever een andere fietsdrager aanraden, maar hij is er wel voor geschikt. Mountainbikes is hij voor geschikt en fatbikes idealiter ook niet, omdat de banden daar vrijwel altijd te dik voor zijn. De gebruiksvriendelijkheid van deze fietsdrager, is die gebruiksvriendelijk, ja of nee? Hij is inklapbaar, je kunt hem dus opvouwen. Natuurlijk wel makkelijk als je hem even wilt vervoeren of in je kofferbak wilt vervoeren. Hij is ook kantelbaar, ook wel zo makkelijk als je bij je bagage wilt tijdens de autorit. Hoe zit het dan met comfort van deze, hoe zit het met de montage van deze fietsdrager? Gaat dat gemakkelijk? Allereerst is het natuurlijk een goede vraag om jezelf af te vragen, moet ik hem nog monteren als hij geleverd wordt? Deze fietsdrager is al vrijwel helemaal voorgemonteerd. Je hoeft alleen maar de laatste dingetjes nog even op te klikken. Dus in principe is hij vrijwel helemaal klaar voor gebruik. En zou je bij wijze van spreken de dag voordat je op vakantie gaat nog kunnen bestellen. Hoe lang duurt het bevestigen dan? Het bevestigen duurt om en nabij. Hangt een beetje vanaf hoeveel ervaring je mee hebt. Maar als je het een beetje onder de knie hebt, kan het zeker in 20 seconden gebeurd zijn. Als je er een beetje handig mee bent, eerst een paar keren. Zal het wellicht wat langer duren als je geen ervaring meer hebt. Maar het is voorzien van een makkelijk systeem. Zoals ik aan Tool gewend ben. Dus dat is allemaal wel goed in orde. De unieke eigenschappen dan van deze fietsdrager ook goed om te weten. Hij is natuurlijk te bevestigen aan de trekhaak. Dat mocht denk ik wel duidelijk zijn. Dat is wel even goed en belangrijk om te weten dat hij tot 46 kilo belastbaar is. Zeker als je een zwaardere fiets hebt is dit zeker een punt om in je achterhoofd te houden. Het materiaal is aluminium. Vandaar dat hij ook best wel licht is en vandaar dat hij ook niet zo heel zwaar belastbaar is. De meeste fietsdragers hebben nog wel stalen en metalen delen erin zitten. Maar deze is geheel van aluminium zowat. De stekker is 13-polig, dus hij is voor iedere verlichting geschikt. Je kunt ook achteruitrijlichten mee gebruiken en mislichten. Dus dat komt natuurlijk ook mooi uit voor de veiligheid. In Duitsland is het bijvoorbeeld verplicht. De tourgarantie is 5 jaar, dus dat schept natuurlijk altijd wel vertrouwen. Dat geldt ook als de kleursveranderingen inkomen door de slijtage bijvoorbeeld. Kun je altijd nog terugvallen op je garantie. Hoe stevig is die dan? Het eigen gewicht van deze fietsdrager is 14 kilo. Dit maakt hem net wat minder stevig en net wat minder zwaar belastbaar dan de gemiddelde fietsdrager voor twee fietsen. Dus dat is enerzijds een voordeel, vandaar is hierdoor wel lekker makkelijk te monteren en te vervoeren. Maar het is ook een nadeel omdat het dus minder zwaar belastbaar is. Per fiets is hij zoals ik al aangaf tot 25 kilo belastbaar. Dus een lichtere e-bike zou erop kunnen vervoerd worden.
Nou, is dit dan een goede fietsdrager voor jou of niet? Ik zou hem vooral aanraden als jij specifiek op zoek bent naar een hele gebruiksvriendelijke fietsdrager die lekker licht en lekker compact is. Als je echt zware fietsen wilt vervoeren, kun je mogelijk beter naar een alternatief kijken. Nou, de ervaringen van anderen, ook altijd even leuk en goed om te bekijken voordat je hem koopt. Nou, ik heb eigenlijk geen negatieve reviews kunnen vinden. De mensen die waarvoor deze fietsdrager niet geschikt is, die kopen hem bij voorbaat meestal niet. Meestal doet men wel goed onderzoek voordat ze hem kopen. Dus de mensen die hem kopen, die zijn altijd wel op zoek naar een lichtgewicht fietsdrager en voldoet hij eigenlijk wel aan alle wensen. En de reviews waren allemaal best wel positief, veel 5 sterren. Dus dat zit wel op snor. Nou, de plus en de minpunten dan, oftewel de voor- en de nadelen. Waarom zou je hem wel moeten kopen en waarom zou je hem niet moeten kopen? Nou, hij is super licht zoals ik al aangaf, natuurlijk heel erg fijn. Gebruiksvriendelijk maakt dat hem. Hij is geschikt voor één lichte e-bike toch nog. Dus mocht je een elektrische fiets hebben die wat lichter is, dan kun je hem nog altijd vervoeren. Of eventueel de accu eraf halen voor wat minder gewicht. Nou, hij is geschikt voor vrijwel ieder type fiets. Het gebruiksgemak is dus enorm groot, omdat hij snel te bevestigen is en omdat hij lekker licht is en omdat hij opvouwbaar en inklapbaar is. Hij heeft een eerlijke prijs, natuurlijk ook wel heel belangrijk voor de portemonnee. Nou, ik zal hem zeker niet kopen als je 2 e-bikes wilt vervoeren, vandaar is hij gewoon niet voor geschikt om een veilige manier te vervoeren. Er zijn modernere fietsdragers. Hij is ondertussen al een tijdje op de markt en Tour heeft daarna weer een aantal nieuwe versies uitgebracht. Dus dat is ook mogelijk een reden om hem niet te kopen. Maar dit maakt hem wel weer des te aantrekkelijker wat betreft de prijs. Nou, hij is best wel compact, daardoor kunnen de banden iets wat uitsteken aan de voorzijde en de achterzijde, oftewel aan de zijkanten. Nou, daardoor kan het voorwiel van de fiets een beetje gaan zwabberen af en toe als je hem niet helemaal heel stevig vastzet. Kan op zich geen kwaad, maar sommige mensen vinden dat mogelijk wel een nadeel. Nou, de conclusie, ik geef hem 3,5 ster, dus dat is een hele nette score. Waarom geen 5 sterren? Omdat hij niet super zwaar belastbaar is. Maar goed, hoef je geen zware fietsen te belasten. Dan is het een uitstekende fietsendrager met een heel groot gebruiksgemak voor een vriendelijke prijs. Wil je de laatste prijs en de aanbieding van dit moment bekijken? Er is meestal wel een aanbieding. Klik daar even op het linkje hieronder. Dan ga je naar onze koopgids en vanaf daar kun je de huidige kortingen en aanbiedingen en de laatste prijs van dit moment bekijken. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag weer in de volgende video.